Na een korte maar stevige campagne en toch wel vurige debatten is het dus vandaag zover. We mogen naar de stembus. We hadden het net al even over de opkomst. Maar wat er ook nog in meespeelt is dat net vandaag het streekvervoer staakt. Maakt u zich zorgen dat dit een rol gaat spelen in die opkomst? Staken is natuurlijk ook een grondrecht, maar het uitbrengen van je stem is ook een heel belangrijk grondrecht. Dus ik vind het eigenlijk wel teleurstellend en ook wel echt vervelend dat het streekvervoer vandaag staakt. En ik wil hen ook oproepen om gewoon ook die staking te gebruiken om mensen wel naar de stembus te brengen. Want er zijn gewoon mensen met bijvoorbeeld een beperking. En als zij zelfstandig willen stemmen, moeten ze vaak iets langer reizen dan normaal gesproken. En dat heeft ermee te maken dat er dit jaar toch minder stembureaus beschikbaar zijn. Ook in de gemeente Moerdijk. Ja, de opkomst is zo laag. En wat doen we dan? Gaan we stembureaus sluiten. Meer stembureaus. Zorg dat het makkelijker wordt. Mensen moeten uit de deur stappen. Eigenlijk een stembureau in. Ik vind het verschrikkelijk, maar ik denk echt dat de stemmen hier nu niet uitgebracht gaan worden door dit fiasco. Ik loop met een rollator en ik ga beslist niet naar de stad. En bent u de afgelopen verkiezingen, toen er hier dus wel een stembureau was, wel wezen stemmen? Ben ik wel wezen stemmen, ja. Ja, ja, als ze moeten lopen is het een half uur. Dus het is zo'n 3 kilometer. Want er zijn hier heel veel mensen die geen mogelijkheid hebben, die hier met een rollator lopen, die kinderen moeten gaan bellen om vervoer te regelen. En uit kwaaiigheid ga ik eigenlijk gewoon niet stemmen. Het is jammer hoor, die stem gaat verloren, ik weet het. Maar ik ben er zo boos over dat ik zeg van nou, bekijk het dan maar. Ja, dit lijkt mij dat als u net de oproep doet van zoveel mogelijk mensen moeten komen stemmen en het is belangrijk, dat dit ook wel toch frustrerend is. Hoe kan dit nou? Ja, allereerst zie je dat de afstand tot de stembureaus in Nederland ongeveer gemiddeld 400 meter is. Dus op heel veel plekken gaat het ontzettend goed. Je ziet ook dat gemeenten deze keer echt heel goed erin zijn geslaagd om stembureaus beter toegankelijk te maken. Maar toch zijn er minder stembureaus. In ieder geval op een aantal plekken wel. En daar gaan gemeenten ook zelf over. En hier zitten, wat ik zie, mensen gewoon in een lastige situatie. Dus help elkaar ook op het moment dat je weet dat mensen toch lastig vinden om de afstand tot het stembureau te overbruggen, om even iemand mee te nemen naar het stembureau. Ja. Eerlijk gezegd vind ik het schandalig van de vakbonden dat die de staking vandaag laten doorgaan van het openbaar vervoer. Dat vind ik echt zo ondemocratisch. Daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Nee, terwijl zij juist zeggen van je moet toch staken op een dag dat het ook een beetje pijn doet. Ja, een beetje pijn. Maar we zijn hier het democratisch recht aan mensen aan het ontzeggen. Dat vind ik echt schandalig. Ja, toch is het zo, hè? Nou ja, ik heb natuurlijk de vakbonden zelf ook gesproken en de boodschap ook overgebracht dat ik het teleurstellend en echt heel erg vervelend vind. En ook hen heb opgeroepen, maak gewoon werk van om mensen wel naar de stembus te krijgen. En je hebt hier inderdaad botsende grondrechten die samenkomen. En het stemrecht en de recht om te staken. Maar help mensen even om naar de stembus te krijgen. Ja, waarom helpt u ze zelf eigenlijk niet? Want op deze plek zou toch gewoon zoiets gewoon geregeld moeten worden. Ook desnoods door de minister, zou ik zeggen. Nou, een van de dingen die ik al vorige week heb gedaan is dat ik samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook met de provincies ook gewoon afspraken heb gemaakt en gezamenlijk oproep heb gedaan. Kijk nou, als die staking wel doorgaat woensdag, hè, want er was steeds sprake van het gaat niet door. Kijk nou wel gewoon door. Kijk nou wat je wel kan doen vandaag woensdag. Er zijn een aantal provincies, zoals Drenthe en Groningen, die ook extra vervoer beschikbaar stellen. Gemeenten als Utrecht doet dat ook. Dus op die manier ook een oproep aan gemeenten gedaan. Helpen ook hier een handje mee. Ja, maar toch is het niet gelukt om ook op deze plek dan iets te regelen. Dat is wel zonde. Nou ja, er wordt in ieder geval her en der wat geregeld. En verder zou ik ook gewoon mensen in de samenleving oproepen. Weet je dat je een buurman of een buurvrouw hebt die echt afhankelijk is om van vervoer naar het stembureau te komen? Kijk vandaag of je even kan helpen. Oké. Nou, we gaan straks